Het altijd zo rustige Drijshoor is het de afgelopen dagen onrustig door een vreemd beest dat er rondloopt. Chica, een houten paard gemaakt door Jeremy Harms. Hij maakt het paard voor zijn dochter, zodat zij paardrijdingen kan oefenen. Op en af stappen en op zadelen. En dat Kenny nu haar houten paard heeft, is goed nieuws voor de paarden van de manege in het dorp. Het is niet zo fijn voor een echt paard als je hem belast. Het meisje was op social media op het idee gekomen voor haar eigen oefenpaard. Ik zag heel vaak op TikTok een houten paard en ik dacht dat wil ik ook wel. En toen had hij opeens een houten paard. Dus vroeg ze aan haar handige vader of hij er ook een voor haar kon maken. Ja, voor je kinderen heb je toch veel over. Dus ze is helemaal gek van paarden en ik vond het eigenlijk wel een grappig ding om te maken ook. Dus. Inmiddels kent Drijshoor al twee van dit soort paarden. Ook de vader van een vriendinnetje heeft een oefenpaard in elkaar gezet. En ze hebben succes, want vader Jeremy ziet de paardrijkunsten van zijn dochter met sprongen vooruit gaan. Ik hoef steeds minder te helpen met het, zoals ze dat zeggen, singelen. Dus de spierballetjes worden steeds groter, om het even zo te zeggen. Want ja, hij moet wel goed vastzitten, want dan schuift hij net als op een echt paard er wel af. Dus in die zin zit er wel voortgang en dus het werkt. En die spierballen zijn nodig ook, want zo'n zadel is nog best zwaar.